Welkom en leuk dat je kijkt naar het jaaroverzicht van RN7, waar we aan de hand van gasten terugblikken op de meest spraakmakende gebeurtenissen in Nijmegen en omstreken van het afgelopen jaar. Ja, we gaan het onder andere hebben over de drugsdumpingen, gemeenteraadsverkiezingen en het Beuningse zandtransport. Maar we beginnen vanavond met een muzikale begeleiding van singer-songwriter Niels van Heel. Hij maakt al sinds de zesde muziek en is in 2013 nog meegedaan aan het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Geef me een warm applaus. Op jouw verzoek, hè? Well, that's life. That's what all the people say. You're flying high in April and you're shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, I'm back on top in June. Oh, I see that's life. When as funny as it may seem, some people get their hopes stomping on a dream, but I won't let it get me down. Cause this bright old world keeps spinning around. Oh, I've been a pauper, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time that I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. Cause that's life, when I can't deny it. I fought about quitting, baby, but my heart just won't buy it. If I thought it was worth a single try, I'd jump right on a big bird and fly high. I jump right on that big bird and fly high. Het afgelopen jaar heeft Nijmegen zich mogen profileren als de meest groene stad van Europa, met de benoeming tot European Green Capital. Ja, en RN7 heeft naar aanleiding van deze titel een speciaal tv-programma gemaakt, genaamd Groen. Een themaprogramma waarin we aandacht besteden aan de maandelijkse challenges rondom Green Capital. Chris, mag ik je uitnodigen om de stekker in het stopcontact te steken? Nou, welkom allemaal. Nijmegen als European Green Capital van 2018. Deze prestigieuze titel is de verdienste van jarenlange inzet op het gebied van verduurzaming en vergroening. De titel wordt het aankomend jaar overgedragen aan de hoofdstad van Noorwegen. Voor het RN7 themaprogramma Groen zijn we afgereisd naar Oslo, waarin we controleren of de Scandinavische stad en haar bevolking al klaar zijn om de titel Groene Hoofdstad van Europa over te nemen. Next year, the city of Oslo is European Green Capital. Did you know that? No. Ja, huh? Yeah. No, I didn't know. Als Green Capital heeft Nijmegen het hele jaar activiteiten georganiseerd waarbij de verduurzaming van de stad, haar inwoners, bedrijven en de overheid belangrijke speerpunten waren. Bij deze activiteiten hoorden ook de zogenaamde challenges, waarin de Nijmegenaar werd uitgedaagd om deel te nemen aan groene en duurzame activiteiten. Een van de uitdagingen werd uitgevoerd door operatie Steenbreek, die dit jaar 100.000 tegels wilde vervangen voor groen. Stenen eruit en groen erin. Ja, en bij ons te gast is Ingrid Kerkvliet, campagneleider van operatie Steenbreek. Een initiatief dat via de Green Capital Challenges mensen wil enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Ja, nou, Caroline de Geef is bij ons aangeschoven. Zij heeft zich vooral bezighouden met de challenges gericht op gezond voedsel. Welkom. Hoeveel betegelde tuinen hebben jullie nou het afgelopen jaar kunnen vergroenen? Nou, het aantal tuinen, dat moet ik even op een rijtje zetten. Maar het totaal aantal tegels dat we eruit hebben gehaald, dat is 177.000. En ons doel was 100.000, dus dat hebben we ruimschoots gehaald. Dan moet ik wel eerlijk bekennen dat we ook de openbare ruimte mee mogen tellen, wat de gemeente dan vergroent. Nou, als je al naar de Waalkade kijkt, er zijn al 70.000 tegels uitgegaan, dus dat tikt lekker aan. Maar ook zonder de Waalkade zouden we ons doel hebben gehaald. Ze hebben diverse pleinen vergroend in de stad en we hebben mensen opgeroepen om mee te doen met hun tuin. En ik denk dat we zo op ongeveer 60 tuinen zitten.
Jullie kijken terug op een mooi jaar. Wij kijken terug op een heel mooi jaar. En naast de tuinen zijn ook heel veel bewoners actief geweest, dat wil ik nog wel even benoemen, om met elkaar stukken openbare ruimte te vergroenen. Dus dan dienen ze bij de gemeente verzoek in van, goh, we willen graag op onze, in onze straat een aantal tegels eruit halen en daar groen voor in de plaats zetten. En dat heeft de gemeente in heel veel gevallen ook gehonoreerd. Dus zo zijn bewoners ook samen aan de slag gegaan om los van hun tuinen ook in openbare ruimtes aan te vergroenen. En hoe was dat voor jullie? Wat wij met voedsel hebben gedaan, of in de breedste zin met de Green Capital Challenges? Kijken jullie terug op een mooi jaar? Nou, sowieso als ik het even heb over de Green Capital Challenges. Dus inderdaad echt de burgers die van onderop bezig zijn geweest om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren, zijn we heel tevreden. Dus we hebben allerhande activiteiten natuurlijk gehad. Hè. Dus het begon met circulaire economie. We hebben het thema gezondheid, energie, verschillende thema's. En dus inderdaad nu net voedsel, eerlijke handel en afgesloten met sociale duurzaamheid. Dus we wilden het echt heel breed trekken, zodat iedereen wel iets daarin kon doen. En voor elk thema zijn we gewoon enthousiast hoe dat is gegaan. En je merkt, het begin is gewoon moeilijk, hè? Want je wilt dat het breder wordt. Je wilt vooral niet dat het alleen maar iets is van de mensen die toch al bezig zijn met verduurzaming. Dus daar zit uiteindelijk onze uitdaging in. Van hoe weten we nou mensen te inspireren en te zeggen van, hey, dit vind ik eigenlijk ook wel tof, ga ook een keertje meedoen. Ja, en gezond voedsel, hoe houdt dat in? Wat houdt dat in bij Green Capital? Nou, we willen zeggen vanaf het begin af aan, we willen het vooral niet zeggen, iedereen moet nu veganist worden en alles lokaal kopen. Want dat is uiteindelijk het meest duurzame. Hè? Nee, we hebben juist gezegd, we willen kijken of iedereen een klein stapje kan doen. Anders dan wat hij normaal gesproken gewend is. Dus inderdaad, wat minder vlees eten, wat meer biologisch. Wat meer gewoon lekker hier uit de omgeving halen. Nou, we hebben natuurlijk een prachtige omgeving hier in onze regio met heel veel mooie boeren. Dus daar zie je ook dat die ook natuurlijk met een aantal stukken ook mee hebben gedaan. Wat ik heel leuk vind, wat uiteindelijk met name echt een publieksactie is geworden, is de Duurzame Horeca Challenge. Daar heeft een groepje vrij jonge Nijmegenaren, die heeft 65 horecatenten door de hele stad, meestal natuurlijk in het centrum, maar ook in de wijken erbuiten, hebben ze zover gekregen om 2 veganistische maaltijden op de kaart te zetten. En het leuke is, die horeca, ook juist degene die dat nog niet hadden, die zeiden, oh, het is eigenlijk ook wel een uitdaging. Dus die koks die zeggen, hey, dat is leuk, een keertje wat anders proberen. En ook van bezoekers hebben ze gewoon echt goede reacties gekregen. Dus dat vind ik heel leuk, dat gewoon toch werkt. Ja, nou heeft Nijmegen heel veel evenementen, zeker in de zomermaanden. Zo ook Food Truck Festival Trek. Daar wordt heel veel vlees gegeten. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Uiteindelijk vind ik het natuurlijk jammer, maar het is ook niet zo. Ik ben zelf ook geen diehard vegan. Ik ben juist een flexitariër, zoals ik dat noem. Dus ik ben heel bewust bezig met, nou, wat eet ik nou wel, wat eet ik nou niet. Maar het is niet zo dat ik geen vlees eet. Wat ik wel leuk vind, juist ook wel met die food trucks en juist ook met jonge mensen die met hun eigen onderneming beginnen, is dat ze vaak juist iets anders gaan doen. Dus je ziet aan de ene kant wel veel vlees natuurlijk ook bij die food truck festivals, maar je ziet toch ook echt steeds vaker iets heel anders. Dus juist dat ze met hele leuke vegetarische alternatieven komen of inderdaad juist weer iets wat echt heel erg uit de buurt komt. Dus ik heb juist al de hoop, ook als je kijkt naar nieuwe tentjes die in de stad zijn gestart, zijn er heel veel van die juist veel doen met andere manieren van voeding. Dus of bijvoorbeeld meer slow food, dus ja, veel meer tijd nemen voor eten, voor genieten, voor bereiden, voor de keuze waar je het vandaan haalt. Dus, nou, is een van de meest gehoorde kritieken van het afgelopen jaar, er zijn niet genoeg nieuwe mensen bereikt. Hebben jullie het idee dat jullie meer mensen hebben kunnen vertellen over Nijmegen als Green Capital dan die hier van tevoren vanaf wisten? Nou, met de operatie Steenbreek denk ik dat het aardig is gelukt. Wij organiseren bijvoorbeeld wijkcaravaans. Als zeg maar de gemeente een plein aan het vergroenen was, dan hebben wij de bewoners rondom dat plein en in de straten daaromheen benaderd van, willen jullie nu meedoen met je tuin vergroenen? Want dan kunnen wij die tegels gratis meenemen, dan zorgen we dat er aarde komt en krijgen jullie een aantal gratis plantjes. En dat was ook wel in een aantal wijken waarvan, denk ik, mensen wonen die niet per se bezig zijn met verduurzaming of met het feit dat Nijmegen Green Capital is. En juist omdat je dan met elkaar bezig bent met die tuin ontstenen en met vergroenen, kom je met elkaar in gesprek en dan kom je ook van alles te weten van elkaar. En dan blijkt ook dat mensen het vaak heel erg leuk vinden als de omgeving vergroend wordt. Want uiteindelijk wordt iedereen blij van vogels in de tuin en van bloeiende planten en struiken. Dus ik
denk dat we met operatie Steenbreek wel echt in de haarvaten van de stad zijn gekomen. En zie je dan ook een tegeltax als een optie om meer groene tuinen te realiseren? Ja, ik zelf vind dat eigenlijk best een hele leuke optie. Omdat het ook een beetje wel reacties uitlokt bij mensen. Veel weerstand. Maar ik denk niet dat dat de manier is. En zo gaan we ook niet werken. Daar heb ik trouwens ook niks over te zeggen. Dat is iets wat bij de gemeenteraad ligt. Maar wij gaan wel door zoals we dit jaar hebben gedaan. Dus we zijn bij heel veel wijkfestivals aanwezig geweest. Stonden we met plantjes. Dus lopen mensen langs. Kan je met ze in gesprek waarom het belangrijk is om de tuin te vergroenen. Geven de mensen gratis plantjes mee. En we hoorden ook wel heel vaak terug van... oh ja, operatie Steenbreek, daar hebben we wel van gehoord. En ik denk dat we op die manier doorgaan. Dus we beginnen met een groene vlek en we hopen dat dat Nijmegen uiteindelijk een hele groene hotspot wordt. Nou is het bijna 2019. Nijmegen is geen Green Capital meer. Oslo wordt dat. Gaan jullie door? Ja. Ja? Nou ja, dat hebben we vanaf het begin af aan ook gezegd. Van, dit moet een soort van aanleiding zijn. We noemen onszelf ook de aanjagers van de Green Capital Challenges. Hè, juist om die thema's aan te jagen. Maar we hopen dat het doorgaat. En sowieso gaan we door. Dus we hebben afspraken met de gemeente gemaakt. Om vooral in de wijken. Dus daarmee nog meer mensen te betrekken. Want ja, natuurlijk hadden we meer mensen nog willen betrekken dan we hebben gedaan. En je weet ook, dit soort eigenlijk trajecten zijn het. Hè, veranderingen, dat duurt gewoon lang. Maar ik ben er wel heel trots op om te zien dat gewoon gebeurt. Ik ben zelf ook heel actief in energie. Opwek, eigen opwek. Daar zijn we ook bezig vanuit een van de challenges. Om dus te kijken om echt in alle wijken en ook buiten Nijmegen. Te kijken of we mensen enthousiast kunnen maken om zelf dus mee te doen aan die energie. Nou, we hebben ook gewoon Dukenburg mee. Dus er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik wil initiatief nemen om mensen mee te krijgen in mijn wijk. Om dus zelf bijvoorbeeld zonnepanelenprojecten te gaan doen. Dus ik heb er ook echt de hoop in, of het vertrouwen in zelfs ook. Natuurlijk weigeren met onze groep van aanjagers van de challenges blijven we doorgaan. Maar juist ook de hoop om die vlek veel groter te maken volgend jaar en de jaren daarna. En dat geldt voor jullie ook, neem ik aan. Ja, wij gaan zeker door. Ja, de stad is nog niet groen genoeg. En naar mijn idee zijn we ook net begonnen. Hè. De naamsbekendheid is redelijk. En dan zou het zonde zijn om niet te stoppen. En we hebben nog heel veel te doen. Want het is gewoon belangrijk dat de stad groener wordt in het kader van klimaatverandering. En zoals afgelopen zomer hebben we gezien hoe ontzettend heet het was. Of gezien, hebben we gevoeld. Nou, als dan de stad groener is, dan zorgt dat ook voor meer koelte. Dus uiteindelijk maakt dat ook je leefklimaat voor iedereen veel prettiger. En wat ik al zei, van vogels en vlinders worden we blij. En als we af en toe een enorme hoosbui op ons dak krijgen, dan is het ook fijn dat het groen is. Want dan kan het regenwater veel makkelijker wegzakken zonder dat we het riool overlasten. Dus het is niet alleen prettig, een groene stad, maar het is ook noodzakelijk met de klimaatverandering die gaande is. We gaan het volgen. Bedankt voor jullie komst. Ja, graag gedaan. Ja, 2018 is ook het jaar geweest van de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met April Ranshuizen, fractievoorzitter van de lokale afdeling GroenLinks, en Frans Laaracker blikken we terug op het politieke jaar. De fractie van GroenLinks kwam in Nijmegen als grote winnaar uit de bus na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De partij boekte een winst van 8 naar 11 zetels en werd daarmee de grootste partij van Nijmegen. Ook lokale partijen deden het goed. Stadspartij DNF uit Nijmegen en Kernachtig Wiegen wonnen zelfs allebei een zetel. Daarmee werd de Stadspartij DNF de grootste lokale partij met 3 zetels. Met een opkomstpercentage van 53% in Beuningen won de SP 2 zetels, waardoor het als nieuwkomer een plek in de raad verdiende. De partij Beuningen Nu en Morgen werd met 7 zetels de grootste. In Heumen, waar maar liefst 63% van de stemgerechtigden gebruik maakte van hun stemrecht, kwam de partij Democratengemeente Heumen met 6 zetels als grootste partij uit de verkiezingen. Eind april vormden de grootste partijen uit de verkiezingen een coalitie in Nijmegen. D66 behaalde 6 zetels en de Socialistische Partij 5. Samen met GroenLinks vormden de 3 partijen een akkoord, waarin onder andere de energietransitie een belangrijk thema bleek. Het akkoord genaamd Samen Vooruit streeft naar een duurzame, sociale, aantrekkelijke en economische veerkrachtige stad. Ja, en daar gaan we over doorpraten. April Ranshuizen, Frans Laaracker, welkom. GroenLinks boekte dus een winst van 8 naar 11 zetels en is daarmee met afstand de grootste partij van Nijmegen. Is dat een verdienste geweest van jouw voorzitterschap? Ha, nou kon ik maar ja zeggen, maar...
Nee, ik denk dat je ziet natuurlijk gewoon een landelijke trend, hè. En Jesse doet het heel goed, Jesse Klaver. Ik denk dat, dat het ook niet alleen aan Jesse ligt, gelukkig maar. Maar dat je steeds meer mensen gewoon bewuster worden van impact op het sociale leven van mensen. Op duurzaamheid, hoe belangrijk dat is. En die trend zie je landelijk ontstaan en daar hebben wij van meegeprofiteerd. Nou heeft GroenLinks natuurlijk in aanloop naar de afgelopen verkiezingen er is een heleboel veranderd. Een heleboel nieuwe mensen op de lijst. Ja. Heeft dat effect gehad? Op de uitslag bedoel je? Ja. Dat soort dingen zijn altijd wat lastig te duiden natuurlijk. Wat mij wel is opgevallen is dat wij volgens mij allemaal of bijna allemaal gewoon met voorkeurstemmen eigenlijk te anders ingekomen waren. Dus dat is wel een verschil met andere jaren heb ik gezien. Dat is echt een prestatie. Ja. Allemaal populaire mensen in Nijmegen? Nou, in ieder geval mensen met veel mensen die op hun willen stemmen. Ja. Precies. Frans Laakker, hoe kijk jij naar de afgelopen verkiezingen terug? Over GroenLinks bedoel je of in het algemeen? Of in het algemeen? Nou, wat valt op? Wat opviel bij GroenLinks, aanvullend op wat April zei, is landelijk is GroenLinks ruim 3% gestegen, hè, ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is natuurlijk deels een Jesse Klaver effect. Wat wel opvalt is dat GroenLinks Nijmegen het voor elkaar heeft gekregen om een tweevoudige te presteren. In een stad die toch redelijk GroenLinks-minded is. En volgens mij komt dat onder andere mee te maken dat Nijmegen een echte studentenstad is. En daar zie je sowieso dat partijen als GroenLinks, D66, de SP ook in bepaalde mate altijd profiteert bij de gemeenteraadsverkiezingen en dan ook landelijke trends daarin volgt. Dus dat is, ik denk dat dat er ook mee te maken heeft, ook weer aanvullend wat April zegt, is met de permanente campagne die bijvoorbeeld GroenLinks ook heel sterk voert. GroenLinks is samen met D66 SP, zijn partijen die niet alleen op die pieken in de stad zichtbaar zijn, maar ook daarbuiten. En dat zie je bij andere politieke partijen minder. Ja, en wat mij opgevallen is, en dat is volgens mij iedereen opgevallen wel, is de enorme stijging van de lokale partijen. Precies, in Nederland. Want dat is echt giga. En die hebben geen effect van de landelijke partijen? Die hebben over het algemeen geen effect van de landelijke partijen. Behalve dan dat als er behoorlijk stabiele partijen zijn in een bepaalde gemeente, die dan zeg maar regeringsverantwoordelijkheid hebben, dan heel vaak impopulaire maatregelen nemen, toch een politiek leider hebben die wat minder sterk naar voren komt, dan zie je mensen die lokaal, maar misschien ben je het helemaal niet met me eens hoor, maar lokaal gaan tegenstemmen. En dan pakken ze vaak een lokale partij. Het valt altijd wel op, dat is zo, en ik had het net even met een van de andere gasten, Frederik Peters, ook wat gewoon echt opvalt, is de lage opkomst. En je ziet de opkomstcijfers zie je eigenlijk heel langzamerhand echt terugzakken. Zowel lokaal als ook provinciaal. In maart hebben we de provinciale verkiezingen. Als je bedenkt dat een stad als Nijmegen een begroting heeft van 800 miljoen euro, dat is niet niks. Er steeds meer verantwoordelijkheid ligt bij die lokale overheid, hè, voor de mensen. Dus dat wat je direct betreft. En datzelfde geldt voor de provincie. Een gigabegroting waar beslissingen genomen worden die ons echt allemaal aangaan. En dan valt het mij als politiek dier, zeg maar, valt het dan op dat de opkomst bij die verkiezingen echt naar beneden gaat. En waar zie je knikken? Ja, dat zie ik natuurlijk ook. En ik vind het altijd heel jammer. En eigenlijk had Frans ook aangegeven, het is natuurlijk zo. Het Rijk, het kabinet, gaat steeds meer hele belangrijke onderdelen bij de gemeente neerleggen. Er is in de afgelopen jaren al gebeurd. Heel veel op zorg is dat heel veel. Onderwijs, energietransitie, alles gaat naar gemeentes eigenlijk. Dus je hebt enorm veel verantwoordelijkheid, maar daarmee dus ook heel veel zeggenschap eigenlijk als lokale inwoners. En dat is ontzettend jammer dat mensen dan toch steeds minder gaan stemmen. Ja. En waar ligt dat aan, denk jij? Wat bedoel je dat? De lage opkomsten? Nou ja, goed, ik denk dat politiek... Ik denk dat het met Nederland heel goed gaat. Ik denk dat het daar onder andere mee te maken heeft. Wij hebben, en dat is in Nijmegen ook, hè, op een slachthuis nadat we 2-3 jaar geleden gehad hebben, dat grote dossier in Nijmegen, maar hier in de regio, zijn er nou echt grote dossiers die politiek fout gaan. Dat is niet aan de orde. Dat is gewoon niet. Nee, klopt. We doen het gewoon heel erg goed. En dat zie je ook met de twee dames hiervoor hebben het ook al gezegd. Natuurlijk hartstikke trots met Green Capital.
En het is Green Capital is nu, dat is gewoon een prijs, een beloning voor hoe goed we eigenlijk al die jaren met z'n allen al bezig zijn. En we gaan daar gewoon mee door. Dus ja. Het is gewoon nog even, weet je, wereldwijd komen ze gewoon naar Nijmegen kijken. Ja. Dat is toch geweldig? En toch heeft de politiek dan de uitdaging, denk ik. Hè, want het gaat dus goed, hè, maar er zit altijd dan een keerzijde aan. Dat ik denk dat de politiek een uitdaging heeft. Vraag me niet hoe, om die stemmer ook bij die verkiezingen weer richting die stembus te krijgen. En weet je, het is ook heel sterk wat landelijk is. Wat vandaag bijvoorbeeld gebeurd is, hè, het klimaatakkoord. Belangrijke partijen hebben hun rug gekeerd tegen het klimaatakkoord dat gesloten moest worden. Dus de milieuorganisaties en de FNV die hebben gezegd, nou wij kunnen dit niet ondertekenen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe bijvoorbeeld D66 landelijk daarop gaat reageren. Waar komen die mee? Hè? En noem het maar even uit onze regio Nijmegen, onze Rob Jette. Ja, ik weet zeker dat hij op dit moment een ei aan het leggen is. Van hoe kom ik hieruit? Want hij weet natuurlijk ook dat een D66 in Nijmegen een ongelooflijk voorstander is van het Green Capital. En dat is voor de gemiddelde burger is dat niet te rijmen. Dus dat is, ja, goed. Hoe ga je daarmee om en hoe krijg je dan die burger geïnteresseerd in dat stukje politiek? Hoe moeten we dat doen richting de Provinciale Statenverkiezingen, als we al een beetje gaan vooruitblikken? Nou, ik denk dat je sowieso een serie van 12 programma's moet uitnodigen met gewoon leuke kenners van de politiek. Dat is één. En twee, ik denk gewoon dat de regionale media als geen ander de rol heeft om de politiek in beeld te brengen. Voortdurend. En ook, gewoon het verhaal te vertellen. Inderdaad, dat wou ik zeggen. Van het verhaal vertellen, maar vooral mensen meenemen. Ja, En dan letterlijk media meenemen. Media is natuurlijk ook heel vaak, ja, laat me wel wezen, is natuurlijk ook vaak nieuws, is niet alles wat positief gaat. Nee, het is juist vaak van, oh, dat gaat mis, of daar is bonje. Ja. En dan krijg je dus ook heel vaak mensen denken, ja, dag, weet je, zoek het maar uit. Terwijl er zoveel mooie en goede en belangrijke dingen gebeuren. En neem daar mensen in mee. En daar heb je, nou, wat mij betreft, ook als media een rol in. Ja. Nou, laten we die rol pakken. Ik hoor dat jij erbij bent. Kom er vast uit. We gaan het volgen. Na een muzikale onderbreking praten we verder met de wethouder Pieter Klein en fractievoorzitter van GroenLinks, Frans Hoebe, dit keer uit Beuningen, over het veelbesproken zandtransport. Ja, geef hem nog een keer een warm applaus. Hier is Niels van Heel. Goes to shady places, shows all her flirty faces. Oh, in the world I'll have her own. She never gets enough, and not a sip of liquid love, and not a trip into the party zone. She's got a skirt so short and the top so tight. Still there's so much left to hide. Whoa, masquerade lover, take off your cover. It's all that I ask. Whoa, masquerade lover, well, let me discover what's under your mask. I gotta know. She's sipping on her straw, leaves all the men in awe, thinking about what she might do to them. She ties her shoes and ties her hair, just as if she doesn't care. She's in the spotlight again. She's got a skirt so short and the top so tight. Still there's so much left to hide. Whoa, masquerade lover, take off your cover. It's all that I ask. Whoa,
slows me, always slows me down. Teasing me and leaving me in mystery to drown. Oh, masquerade lover, take off your cover, it's all that I ask. Oh, masquerade lover, let me discover what is under your mask. Thank you. ...2018 is een veelbewogen jaar geweest, ook voor onze omroep. En al onze hoogtepunten hebben we verzameld in de volgende video. Het jaar 2018 is ook een bewogen jaar geweest voor onze omroep... ...met veel hoogtepunten, ontwikkelingen en mijlpalen. Zo heeft het Foxpop-programma van RN7 genaamd Wat zegt het volk... ...in augustus haar 100ste aflevering uitgezonden. Welkom bij alweer de 100ste aflevering van Wat zegt het volk? Ah. Een extra lange... Tijdens de jaarlijkse Roze Week is het Foxpop-programma omgedoopt tot een speciale roze. Waarin we met het bekende presentatieteam verslag hebben gedaan van alle roze kanten van Nijmegen. Ook onze radio-dj Misha Jans, die in oktober al 5 jaar bij ons op de radio is te horen, heeft een mijlpaal behaald. Zijn 1000ste uitzending van zijn middagshow is afgelopen mei uitgezonden. Er staat een complete studio opgesteld, dus vanuit hier gaan wij vanmiddag de 1000ste uitzending maken met een hele hoop publiek. Hallo, goedemiddag! Dat RN7 een plek is voor ontwikkeling van talent, bleek ook dit jaar toen 2 van onze vrijwilligers nieuwe kansen kregen bij gerenommeerde media. Afgelopen jaar maakte onze DJ Mart Meijer de overstap naar 538, waar hij in augustus debuteerde. Mart is iedere week te horen in de nachtprogrammering van Radio 538 op maandag, donderdag en vrijdagnacht. Ook verslaggever Teun de Boer maakt dit jaar een overstap. Teun becommentarieert sinds zijn 17e bijna wekelijks de wedstrijden van NEC voor RN7 en voorheen N1. Hij heeft een contract binnen bij de landelijke tv-zender Fox Sports. Ja, het is inmiddels uitgegroeid tot een hoofdpijndossier voor politici en inwoners van Beuningen, het zandtransport. Het winnen van zand bij de Beuningsplas moet voor de gemeente Beuningen een bron van inkomsten worden, waarbij de gemeente ook nog een mooie recreatieplas erover zou houden. Maar de praktijk blijkt anders. Een onteigeningsproces dat jarenlang aanhoudt volgt. En de voorbereiding rondom de zandwinning kost de gemeente bijna 33 miljoen. Voornamelijk de grondverwervingskosten lopen uit en bovendien is de waarde van zand door de financiële crisis amper gestegen. De perikelen rond het zandtransport in Beuningen is al jaren een pijnlijk onderwerp voor politici en bewoners van Beuningen. Wat begon als een plan dat de gemeente veel geld moest opleveren en een mooie recreatieplas, eindigde in een bureaucratische rompslomp en een verlies van 24 miljoen euro. Het zand zou in eerste instantie per vrachtwagen worden vervoerd, tot onvrede van de gemeente Nijmegen. De vervoering van het zand door vrachtwagens zou te veel overlast veroorzaken. Bij het zoeken naar alternatieve vervoersmiddelen werd de mogelijkheid bekeken om een transportband aan te leggen. Deze optie zou het project 5 tot 6 miljoen euro extra kosten. Maar dat zou kunnen worden terugverdiend met extra zandwinning. 3 jaar later ziet Nijmegen toch af van de transportband. Te veel bedrijven zouden zich hebben uitgesproken tegenover de gevolgen van zo'n band, waaronder trillingen en stofvorming. Nu worden er waarschijnlijk toch vrachtwagens ingezet die 16 jaar lang af en aan moeten rijden. Ja, en bij ons is aangeschoven wethouder van Beuningen Piet de Klein en fractievoorzitter van GroenLinks Frans Hoebe. Welkom. We noemen het een hoofdpijndossier. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Begin ik even bij Piet de Klein. Oh, nou ja, een hoofdpijndossier. Het is natuurlijk een dossier wat natuurlijk al heel veel, veel tijd en energie aan is besteed, maar ook heel veel woorden overal zijn gezegd. Ik heb het dossier sinds 2010 in behandeling. En ja, het heeft af en toe zowel eens een paracetamolletje gekost, ja, om problemen op te lossen die in die loop der jaren zijn ontstaan. Ja. Ja. En is het dan ook, als u weet dat het weer op de planning staat om bijvoorbeeld in de Beuningse gemeenteraad besproken te worden, dat u denkt, oh, daar gaan we weer? Nee. Want zo gaan we in Beuningen niet met elkaar om. We zijn altijd heel open en transparant met elkaar in gesprek.
dingen worden, zaken worden benoemd zoals ook benoemd moeten worden. En wat dat betreft is de gemeenteraad van Beuningen natuurlijk, ze is heel kritisch, terecht. En ze is ook heel controlerend naar het college toe. Dat is ook hun rol en dat doen ze ook prima. Maar het gaat, wat ik net zeg, het gaat aan alle openheid en transparantie. En wat dat betreft, ja, we hebben ook gezamenlijk één doel natuurlijk. Dat Beuningen, dat het debakel dat Beuningen hierdoor gehad heeft de afgelopen jaren nog niet groter gaat worden. Als we niet op tijd kunnen beginnen, zeg maar straks, met de zandwinning. Frans Hoebe, ik hoor mooie complimenten. Nou ja, samenwerking, dat doen we in Beuningen met bijna alle politieke partijen natuurlijk. Bijna altijd, bijna op alle dossiers. Maar de Beuningse plas, de zandwinning, is wel een hoofdpijndossier. En eigenlijk al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw, toen de gemeente Beuningen besloten heeft om die plas zelf te gaan ontwikkelen. En dit jaar werd het eigenlijk voor de politiek in Beuningen nog een groter probleem. Toen bleek dat de transportband niet doorging. Dat er toch een afvoer met vrachtwagens zou plaatsvinden. En ook nog bleek dat daarvoor 4 miljoen extra nodig was ten opzichte van het verleden. En voor de Beuningse oppositie was eigenlijk de maat vol in het begin van dit jaar. Toen bleek dat van die 4 miljoen stond in het collegevoorstel dat 2/3 betaald zou worden door de gemeente Nijmegen en door de provincie. En nog voor de raadsvergadering die daarover ging plaats had gevonden, bleek al dat de provincie en de gemeente Nijmegen niet van plan waren om daaraan mee te betalen. En toen is door de oppositie motie van wantrouwen ingediend. Die heeft het niet gehaald. Maar het was wel een duidelijk signaal. Maar het was wel een duidelijk signaal. En natuurlijk, die hele zandwinning heeft ook bij de verkiezingen een behoorlijk grote rol gespeeld. En heeft dat duidelijke signaal dan nog invloed gehad voor u op de rest van het jaar? Nou, in die zin invloed gehad. Het is wel even natuurlijk. Was voor mij ook de eerste keer dat het net overkwam, hè, dat je zo'n motie krijgt. Je overleeft hem dan, zoals ze dat dan in de politiek noemen. Hè, omdat er geen meerderheid in de raad was die daar achter stond. Verder is het niet van invloed geweest, hè, op de manier van handelen of de koers, hè, maar die we als bestuur zijn gevaren om toch de oplossing te vinden die we nu gevonden hebben. En meneer Frans Hoebe zegt terecht, het kost ons nog weer eens een keer 4 miljoen extra, maar het is wel een gevolg van het feit dat er toch een buurgemeente is geweest die drie keer gevraagd heeft om een andere oplossing te zoeken. Hebben we keurig netjes gedaan, maar wel met de grote financiële gevolgen. Nou, die pijn is allemaal over. We zijn goed in gesprek geweest, ook met Nijmegen. We hebben goede oplossingen gevonden. En een gezamenlijke raadsvergadering gehad in het voorjaar? Een gezamenlijke raadsvergadering gehad, waarin zeg maar, vooral technisch, hè, alle raadsleden zijn meegenomen over hoe is het een en ander nu ontstaan. Wat Frans ook zegt, hè, want dit begint ergens in 1990, begint het al, het hele dossier. Ja, dat is soms goed om even terug te kijken en eens even te laten zien wat is er allemaal gebeurd. Waarom zijn dingen gegaan zoals ze gegaan zijn? Dat denk ik dus ook soms ook eens even goed. En wat maakt het nu dat je nu handelt zoals je nu handelt? Dus wat maakt het nu dat er nu inderdaad gewoon sprake is van afvoer van het zand middels vrachtwagens richting het kanaal, zeg maar, van de gemeente Nijmegen? Ja, want in hoeverre is het zeker dat in 2020 de vrachtwagens echt gaan rijden? Nou ja, we zijn nu zover dat we de vergunning aan het voorbereiden zijn. Hè, en de wijziging van het bestemmingsplan. Dat is op een haarnaar is dat klaar. Dus al begin januari zal dat in procedure worden gebracht. Nou, als dat allemaal goed wil lopen, dan zijn we ergens september, oktober kunnen we dan de vergunningen verlenen en het bestemmingsplan vaststellen. En dan kan er op 1 januari 2020 gestart worden. Het kan ook zo natuurlijk zijn dat er formele procedures aangespannen worden die misschien wat langer laten duren. Maar we hebben een soort coördinatiebesluit genomen, waardoor alle vergunningen, maar ook bestemmingsplan, in één keer allemaal worden aangeboden, ook in één keer dat daar dan zienswijze of straks eventueel bezwaar en beroep tegen aangetekend worden, waardoor termijnen korter worden. Dus we dan maximaal 6 maanden verder zijn als de Raad van State dan eventueel een uitspraak. Dus voor 1 januari 2020. Mm-hmm. Ja. Ik zag u net een paar keer glimlachen. Nou, voor u 1 januari 2020 haalbaar? Nou ja, ik denk dat heel belangrijk is dat de schade voor de gemeente Beuningen en haar inwoners zoveel mogelijk beperkt wordt. En dat we ook aan het einde een mooie recreatieplas hebben met behoorlijk wat natuur ook aan de oevers.
Het blijft natuurlijk toch steeds een risico dat die datum van 1 januari 2020 niet gehaald wordt. En zoals de wethouder al aangaf, er is voor gekozen om een coördinatiebesluit te nemen. Maar daar zijn natuurlijk wel weer risico's aan gebonden. Er hoeft maar iets fout te gaan in een van al die procedures. Of je komt al waarschijnlijk in een grote tijdsnood. Maar ja, daar zullen we vooralsnog niet van uitgaan. En we hopen wel dat die datum gehaald wordt. Er zitten alleen wel, denk ik, nog een aantal pijnpunten in het dossier. Ik denk dat goed gekeken ook moet worden naar de belangen van de inwoners van Neerbos Oosterstad, geloof ik. Of het voormalige Kinderdorp. Ja. Die grenzen daar vlak aan. Daarnaast heb je de bewoners van de Jonkerstraat in Weert die al die vrachtwagens achter de voordeur krijgen. Ik denk dat het heel wat waard zou moeten zijn om die bewoners ook tegemoet te komen, zodat je voorkomt dat vanuit die bewoners ook procedures gestart worden. En een heel cruciaal punt voor GroenLinks in ieder geval is dat ook heel goed gekeken nog wordt naar de verkeersafwikkeling, want al die vrachtwagens die kruisen natuurlijk ander verkeer en dat moet wel op een hele veilige manier gebeuren. Het is 16 jaar lang, 5 of 6 dagen per week, dus ja, dat moet wel veilig. We gaan het er in 2019 nog vaker over hebben, denk ik zo. Bedankt. Dank je wel. En zometeen blikken we uiteraard ook terug op de Keizerlijn, praten we verder over de Vierdaagse en besteden we natuurlijk ook aandacht aan de grote hoeveelheid drugsdumpingen die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden in de regio. Maar voordat we gaan terugblikken op deze gebeurtenissen, gaan we nog één keer luisteren naar Niels. Geef hem een warm applaus. You're Cinderella, and I bet every single fella would like to be the lucky prince you've been loving ever since he found your shoe. You're Jane or Jasmine, the sweetest girl there ever has been. But you're the lady on the night, any dragon I will fight to save you, dear. I'm in love with a fairy tale, she's a legend of fantasy. Poison me with her loving eyes, and her lips are the remedy. Oh, I'm in love with a fairy tale, won't you come fly away with me? We'll be riding silver shores on the back of my white horse, happy ending it will be. You're Jane or Jasmine, the sweetest girl there ever has been. You're the lady, I'm the knight, any dragon I will fight to save you, dear. Hey, little Snow White, wish I could hold your body so tight. You're the beauty, I'm the beast, you're an angel, I'm a priest, so don't you ever disappear. I'm in love with a fairy tale, she's a legend of fantasy. Poison me with her loving eyes, and her lips are the remedy. Oh, I'm in love with a fairy tale, won't you come fly away with me? Oh, we'll be riding silver shores on the back of my white horse. Happy ending it will be. A happy ending it will be. A happy ending it will be. A happy ending it will be. De realisatie van een spoorverbinding tussen Nijmegen en Kleef is het afgelopen jaar opnieuw besproken binnen de Raad van Nijmegen en Bergendal. Het project Keizerlijn is door Maries Nieste in 2014 ingediend bij de provincie. De potentiële verbinding heeft dus al een naam gekregen, de Keizerlijn. Verschillende instanties hebben zich al kenbaar gemaakt als voorstander van de spoorlijn. Zo hebben Radboud Universiteit, de vakbond FNV en lokale politieke partijen hun voorkeur al uitgesproken.
De Keizerlijn is een initiatief van de Vereniging voor Innovatief Eurregionaal Vervoer. Het project moet een spoorverbinding tussen Nijmegen en Kleef realiseren dat tussen 2018 en 2020 officieel geopend moet worden, afhankelijk van politieke besluitvorming. Het project zou voor 20 miljoen euro bekostigd kunnen worden. Bij een conferentie genaamd Geen Grenzen maar Verbinding, die in januari van het afgelopen jaar plaatsvond in Groesbeek, werd duidelijk dat alle betrokken gemeenten Bergendal, Kleef, Kranenburg en Nijmegen de realisatie van de spoorlijn wel zagen zitten. Ondanks de regionale consensus over het project gaf Connie Biesse, gedeputeerde bij Provinciale Staten, aan te blijven inzetten op een betere busverbinding tussen Nijmegen en Kleef en geen actie te ondernemen voor de spoorlijn. Ook in Duitsland klonken teleurgestelde reacties op dit besluit. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de Keizerlijn een zeer kansrijke verbinding is. Volgens de provincie zijn er echter te weinig nieuwe reizigers. Geschat wordt dat er zo'n 2000 mensen per dag van de spoorverbinding gebruik zouden maken. En bij ons te gast zijn een van de initiatiefnemers van het project, Maurice Nieste, en statenlid van de VVD, Ans Huisman. Welkom. Maurice, om te beginnen, wat maakt die spoorverbinding tussen Nijmegen en Kleef nou zo belangrijk? Nou, dat maakt het zeer belangrijk, omdat enerzijds zeg maar, Nijmegen is natuurlijk een hele grote studentenstad. Ook heeft nauwe verbindingen met Duitsland, zowel qua cultuur, maar ook gewoon qua werkgevers. Zeg maar. Bijvoorbeeld de Radboud Universiteit wil heel graag verder met de hogeschool in Kleef een soort samenwerking om gewoon tot een combinatie van de taal, dat wij als Nederlanders wat meer van de Duitse taal leren. En wij denken dat inderdaad een verbinding waarmee je in 20 minuten op en neer kunt rijden, ja, dan kun je gewoon bij wijze van spreken nog tussen de lesuren door op en neer reizen. Dus dat is een hele belangrijke. Daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel mensen in de regio die zijn over de grens gaan wonen. Dus er vindt ook heel veel autoverkeer en ook busverkeer, busvervoer plaats tussen de Nederlandse en de Duitse grens. Vandaar ook het succes van de buslijn die Connie Biesse eerder heeft bedoeld. En ook gewoon de reden waarom er in deze periode in is geïnvesteerd door de provincie. Ondanks inderdaad met de nieuwe dienstregeling zijn de bussen sneller gaan rijden. En wij zeggen, nou dit is echt het moment. Gewoon van ga dan ook door, durf die stap te zetten en ga investeren in de spoorlijn. Waarbij de busverbinding heel belangrijk op diverse stations zeg maar, mensen kan aanleveren. Zoals het overal in Nederland en in Duitsland gebeurt. En dan zegt de provincie, nou, dat lijkt me een goed idee, of niet? Nou, in ieder geval, de provincie zegt dat bereikbaarheid een heel goed idee is. En zorgen dat mensen van A naar B kunnen komen. Maar dat moet wel betaalbaar zijn. En dat moet betekenen dat je dus de afweging maakt daarover. En dat hebben we gedaan in de provincie. Wij hebben op verzoek, onder andere van een aantal partijen in de provincie, is er een onderzoek geweest dit jaar nog. Om te kijken naar de haalbaarheid en de mogelijkheid en ook het aantal reizigers. En daaruit is in ieder geval naar voren gekomen dat het aantal reizigers niet opweegt tegen de hoeveelheid geld die het gaat kosten. En dan hebben we het niet alleen over de investering, maar we hebben het ook over de jaarlijkse exploitatie van zo'n lijn. Dus daarom is besloten door de Provinciale Staten om voorlopig te blijven inzetten op de busverbinding. Maar die wel frequenter te laten rijden en in ieder geval gaan zorgen dat dat duurzamer gaat gebeuren. En eigenlijk is dat ook het standpunt van de gemeente Bergendal. De coalitie daar heeft gezegd, de komende 4 jaar gaan we ons hier in ieder geval gaan we hier geen belangrijke beslissingen overnemen. Nee, dat klopt inderdaad. En ik hoop ook dat dat wat langer gaat duren. Want voor de mensen die aan het beoogde tracé wonen, blijft het anders boven de markt hangen. En ik denk dat het ook goed is dat je op een gegeven moment met elkaar gaat constateren dat het is zoals het is. En dat een busverbinding een heel goed alternatief is voor zo'n treinverbinding. Maar denkt u dan nog dat de verkiezingen van de Provinciale Statenverkiezingen iets kunnen betekenen voor de realisatie van de spoorlijn? Ja, dat is altijd koffiedik kijken wat provinciale verkiezingen kunnen doen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Niet op korte termijn. Simpelweg omdat de aantal zaken die in Gelderland moeten gebeuren op dit moment. Bijvoorbeeld dubbelspoor in de Achterhoek. We hebben nog een heleboel andere infrastructurele projecten. Dat bij elkaar zoveel geld gaat kosten dat we op een plek waar al openbaar vervoer is, namelijk een busverbinding, dat we daarnaast niet nog eens een keer een trein gaan zetten. Ik dus kan me voorstellen dat die hoop bij jullie er nog wel is, dat die verkiezingen iets gaan veranderen. Ja, zeker, zeker. En zijn niet deze verkiezingen, zijn het de volgende verkiezingen. Wij geloven altijd dat ratio wint zeg maar, boven angstgevoelens die heersen in ieder geval in Bergendal, gemeente Bergendal.
Enerzijds, om even inhoudelijk te reageren, van de kosten, inderdaad, daar variëren de bedragen over. Van in het filmpje wat zojuist is getoond, hebben wij gezegd dat is 20 miljoen euro. En dat is echt SEC voor het Nederlandse gedeelte. De provincie heeft nog steeds een officieel getal van 120 miljoen. Nou, dat is nou aanzienlijk hoger, laat het zo zeggen. Maar daar wordt eigenlijk gekeken naar het hele traject. En er worden ook diverse infrastructurele maatregelen, zoals bijvoorbeeld een hefboom, brug in Kleef, een tunnel in Groesbeek genoemd. Dus inderdaad, ja, daar worden de kosten hoger. En inderdaad, onzekerheidsmarges nemen toe. Hè. Dus alleen al in die 120 miljoen zit 40 miljoen van de kosten zouden kunnen uitlopen. Dus dat enerzijds. Anderzijds wordt ook gezegd, van het trekt heel weinig reizigers. Nou, onderzoek hebben aangetoond minimaal 2000. Dat is ook de provincie die er vanuit is gegaan. Alleen provincie Gelderland zegt als enige provincie van, wacht maar, we kijken even naar de nieuwe reizigers die komen. Dus de mensen die al van de bus gebruik maakten, die tellen we even niet mee. Terwijl bijvoorbeeld bij een andere verbinding die wel wordt gerealiseerd tussen Weert, Hamond, Antwerpen, daar gaan 1100 tot 1200 mensen per dag. Maar daar heb je echt een heel ambitieus bestuur en die zegt, nou, dat is lonend, dat willen we hebben. Ten derde, zeg maar, en dat merk je in heel Nederland, is het de trein in opmars. Dus bijvoorbeeld bij Gronau, Enschede. Dat is echt van 1000 ooit begroot naar meer dan 10.000 per dag gegaan. Vele andere verbindingen laten dat ook zien. En al helemaal in het land zelf. Veel meer mensen gaan van de trein gebruik maken. Hebben jullie gekeken naar hoe andere provincies met dit soort situaties omgaan? Of is het echt puur naar Gelderland gekeken? We hebben voornamelijk naar Gelderland gekeken. En natuurlijk wordt er ook gekeken naar methodieken die in andere provincies worden gebruikt. Maar waar wij met name naar gekeken hebben is het verschil tussen een buslijn die reeds bestaat en een spoorlijn die je daarnaast zou willen zetten. En dat is natuurlijk niet logisch. Het betekent dat je eigenlijk verwacht dat de mensen die in de bus nu zitten, dat die dan in de trein gaat zitten. Want als je ze naast elkaar laat rijden, dan heb je helemaal hoge kosten. En dat betekent dat je dus eigenlijk moet zeggen, als we nu een buslijn hebben waar zoveel mensen in zitten en wij willen een trein daarvoor in de plaats gaan zetten met veel hogere kosten, hoeveel mensen meer gaan dan reizen met die trein? En dan klopt het dus ook dat je kijkt naar wat betekent het als je daar een trein voor in de plaats zet en weegt dat dan op tegen de totale kosten. En meneer Niester zei net van, nou ja, die kosten, daar valt van alles over te zeggen. Als je kijkt wat er in het centrum van Groesbeek moet gebeuren, op het moment dat je daar een trein wil zetten en je wil de mensen daar ontlasten, want mensen wonen daar nu en die wonen daar heel dicht aan het beoogde tracé, dan zal je daar behoorlijk in moeten investeren. Want die mensen verdienen het ook gewoon dat ze erop kunnen vertrouwen dat hun woonplezier niet wordt aangetast, omdat een aantal andere groepen willen dat daar opeens een trein gaat rijden. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Denk je dat mensen in Groesbeek er echt last van gaan krijgen? Want er zijn een aantal mensen die zijn er wel op tegen in Groesbeek. Ja, dat zal ik de laatste zijn die het ontkent. Hè. Dat is bij elk groot infrastructureel project, zeg maar. Mensen die bijvoorbeeld langs de doortrekking van de A15 wonen, zeg maar, die zijn ook niet echt helemaal blij. Hè, dat is ook zo, maar dan is gewoon een provincie hoort eigenlijk een belangenafweging te maken. Groter dan alleen kijken naar NIMBY's in Groesbeek. Of groter dan NIMBY's. Nee, die kijken gewoon naar lokale en interlokale belangen. Zeg maar. Van bijvoorbeeld de doortrekking van de A15 is heel logisch om heel veel ander verkeer te ontlasten. Zo is het ook gewoon met deze treinverbinding. Zeg maar. Het gaat niet alleen van mensen die in Kranenburg of in Kleef wonen. Nee, het gaat echt over van Nijmegen. Is rechtstreeks weer verbonden met Düsseldorf. En dan weet ik dat is natuurlijk ook een alternatief nog via Arnhem. Wat ook een succes is geworden. Maar hier pak je eigenlijk juist iedereen die aan de linkse kant van de Rijn woont. Die hebben daar een perfecte manier van reizen. En dan wordt ook juist het openbaar vervoer een alternatief voor de auto. Want heel veel, we hebben heel veel studenten gesproken in Nijmegen. Die zeggen, nee, ik ga nog gewoon met de auto. Want ik ga niet een uur in de bus zitten. En als die bus er dadelijk 50 minuten over gaat doen, mooi. Maar ik pak nog steeds lekker mijn auto. Maar een trein, zeg maar, dat is echt een alternatief. Dat is punctueel, veel en veel sneller. Geen parkeerproblemen meer in Nijmegen. Green Capital City, we hebben het al eerder gehoord. En dan nog ook wil ik zeggen, van dat werd eerder ook al gememoreerd. Van als je kijkt naar echt de daadwerkelijke investering, plus dat het Rijk, het centrale Rijk, zeg maar, steeds meer budgetten legt richting decentrale overheden, zoals de provincie en de gemeentes, die we ook eerder vandaag aan tafel hebben gehad, dan valt de investering wel mee. En natuurlijk kun je het hebben over de hele spoorlijn, maar aan de Duitse kant wil men al graag die doortrekking. Dat is ook uit de discussies gebleken en ook de reacties die mevrouw Biese eerder heeft gekregen dit jaar toen ze de Niet of de Nine zei. Dus wat dat betreft, er is heel veel geld aanwezig, ook gewoon vanuit Brussel, zeg maar, co-financieren. Dus je moet echt kijken van wat kost het Gelderland zelf. Kijk ook inderdaad naar de vervoerders die het aanbieden, want er zijn al vervoerders geweest die daar hebben gezegd, nou, wij kunnen hier een rendabele business case van maken. En kijk dan inderdaad naar de vele werkgevers die ook al werden genoemd.
En dan ga je zeggen, oké, hoe kunnen we Groesbeek faciliteren? Maar nou is er in januari, of in ieder geval begin dit jaar, is er een bijeenkomst geweest met een aantal partijen die positief tegenover deze treinspoor staan, treintracé. De provincie heeft zich inmiddels uitgesproken, de gemeente Bergendal heeft zich uitgesproken, inmiddels heeft Duitsland zich ook uitgesproken. Dat zij allemaal niet zo enthousiast zijn over dit plan, of in ieder geval niet zoals het er nu ligt. Moeten we niet gewoon zeggen, oké, we hebben met z'n allen ons best gedaan, maar het gaat niet lukken? Nou, als je de totale afweging kijkt, hè, van, dat heb je natuurlijk in de politiek sowieso, van, je hebt de zwijgende meerderheid wordt wel eens gezegd, maar wij zien het ook gewoon terugkomen in enquêtes. Wat dat betreft, er zijn heel veel partijen die zich positief hebben uitgesproken. En inderdaad, van Bergendal begrijp ik het. Alleen er wordt heel gezegd, heel Bergendal is tegen. Maar ook daar in de verkiezingsprogramma's waren wel degelijk een aantal partijen die voor zijn. En ja, misschien even een heel fout bruggetje of zo, maar kijk richting Brexit. 52 om 48, weet je, dat soort percentages zie je ook meer hier. Dus het beeld is wel veel genuanceerder. En wat dat betreft heb ik ook al met wat lokale politici gesproken van hoe krijg je beste mensen mee. Want heel veel mensen, als ze eenmaal een trein rijdt, dan merk je ook bijvoorbeeld bij Randstad Rail, die waren eerst ook helemaal tegen. Bijvoorbeeld mensen in Berkel, Roderij, Spijnakker en zo. Maar die hebben dan een tijdelijk abonnement gekregen van nou, reis gewoon een keer een jaar gratis mee. Dan heb je meteen meer mensen weer in de trein die je anders niet zou kunnen krijgen. En dan merk je dat mensen heel snel wisselen van standpunt. Van hé, wacht, we hebben er ook gewoon de voordelen van. Ik ben inderdaad vanuit Groesbeek binnen 10 minuten droog en snel in Nijmegen in plaats van bij de bushalte te staan wachten. Dan krijg je de medestanders. En uit een ander onderzoek blijkt weer van inderdaad, als je een goede treinverbinding hebt, dan levert ook gewoon meerwaarde in het vastgoed op. Dat zijn dus onafhankelijke onderzoeken. In 2019 gaan jullie nog gewoon verder. Wij gaan gewoon met verder. De ontwikkeling van de Keizerlijn. Zeker. We gaan het volgen. Een heel ander onderwerp waar we natuurlijk ook niet omheen kunnen, de Nijmeegse Vierdaagse. 41.006 mensen liepen de 102e editie van het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld uit. En met de deelname van 84 verschillende nationaliteiten vestigde het evenement een nieuw record. Ook liepen er Nederlandse kinderen mee onder begeleiding van Taco Rietveld. Ja, wie het over de Vierdaagse heeft, denkt natuurlijk ook aan de bijbehorende feesten. Dit jaar is door de organisatie extra gecontroleerd op alcoholgebruik onder jongeren, omdat er tijdens de voorgaande edities toch wel erg veel minderjarigen dronken werden aangetroffen. We hebben het er zo over met de directeur van de Vierdaagse feesten, Leo Weterings. De afgelopen editie van de Nijmeegse Vierdaagse was de op één na drukste ooit en werd gelopen door een record aantal nationaliteiten. Er was dit jaar veel te doen over de loting van het grote wandelevenement. Ruim 4100 mensen kregen te horen dat ze niet mee mochten lopen. Er vond dit jaar voor het eerst een dubbele loting plaats. Eén voor gewone deelnemers en een loting voor militairen. Met name uitgeloten militairen waren ontevreden over de, naar hun idee, willekeurige manier van loting. 163 van hun vielen buiten de boot. En dat terwijl het evenement van oudsher een militaire wandeltocht was. Volgens Henny Sakkers, de geboren en getogen Nijmegenaar die dit jaar voor het eerst zijn taak als marsleider uitvoerde, was de uitschrijving van de militairen een direct gevolg van overinschrijving, waarbij er afspraken zijn gemaakt met Defensie. Volgens hem zat het pijnpunt vooral in het feit dat er niet gekeken werd naar hoe vaak een militair al had meegelopen. Bij ons aangeschoven zijn Leo Weterings, directeur van de Vierdaagse Feesten, en Taco Rietveld. Welkom. Leo, zijn er dankzij de verscherpte controles dit jaar, het is misschien een beetje lastig te zeggen omdat het een nieuwe functie is, maar zijn er dit jaar minder jongeren dronken aangetroffen? Dat wil zeggen, er is natuurlijk een controle geweest. Maar misschien is het ook goed om te zeggen van dat wij sowieso heel erg tevreden zijn over de Vierdaagse Feesten van afgelopen jaar. Want je noemde net al dat er een record was aan nationaliteiten bij de wandelmarsen. Nou, er was ook een record in het aantal bezoekers van de feesten. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke prachtig. Je vraagt naar die controle van drank bij jongeren. Er zijn verscherpte controles geweest. Wat we zien is dat jongeren met name drank van thuis meenemen of van elders. Dat weten we niet. De uitbaters in de stad die letten heel goed op de 18-plus grens voor het schenken van alcohol. Maar de jongeren nemen dus veel alcohol mee, misschien wel ook daardoor, doordat er die hoge leeftijdsgrens is of die leeftijdsgrens is. En er zijn daar controles op geweest. En wat vooral belangrijk is dat er een signaalfunctie van uitgaat. Dat je dat gewoon niet graag hebt. En je ziet ook wel een reactie daarop.
Ouders lezen dat, horen dat en houden dat ook in de gaten. Dus je ziet daar wel een reactie. Ik zei net in het begin al even, het is een nieuwe functie natuurlijk. Bij de afgelopen Vierdaagse Feesten was je nog geen directeur. Is dat dan wel iets waar ook komend jaar weer volop ingezet gaat worden? Ja, daar gaan we zeker mee verder. Het is wel, het is niet zo dat wij dat het een heel restricte controle is. Maar nogmaals, van we willen graag het signaalfunctie afgeven. Dus zien we jongeren met meegebracht drank, dan worden die aangesproken. En eventueel wordt die drank ingenomen of mensen worden teruggestuurd. Maar het is vooral het ontmoedigen. Ja. Oké, dan eigenlijk iets heel anders. Het V-team. Ja, hoeveel kinderen hebben daar aan de alcohol gezeten? Ja. Nou, geen één. Het V-team, allereerst, waar staat die naam ervoor? V-team, ja, kijk, het is het team met de 100 jongste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse. En we zijn begonnen tijdens de 100ste Vierdaagse. Toen hebben we gezegd, joh, laten we nou eens zorgen dat die kinderen wat meer in de schijnwerpers komen. En dat V-team is ontstaan in samenwerking met het V-fonds. En die kinderen zijn eigenlijk nu een beetje ambassadeurs voor vrede, voor vrijheid en voor vriendschap. Ja, en hoeveel kinderen hebben meegelopen? Nou ja, de 100 dus. We hebben plek voor 100 kinderen in dat V-team. En uiteindelijk hebben zich volgens mij 220 zoiets hebben zich opgegeven. Dus ook wij hebben moeten loten. En daar zijn dus de 100 jongsten zijn daar uitgekomen. En hier zitten er de twee achter me. Sepp, de marsleider, kom er eens even bij. Hoe hebben jullie een vraag voor Sepp? Want het gaat natuurlijk om de kinderen eigenlijk. Nou ja, hoe was het voor jou afgelopen jaar? Was het leuk? Ja, het was heel gezellig met iedereen. Je vulde je geen gemeente, je liep altijd wel met iemand. En als er niemand was, dan stonden er altijd wel mensen langs de kant om je aan te moedigen. En was het dan ook een beetje wat je er van tevoren van verwacht had? Ja, eigenlijk wel. Want ik stond vroeger ook altijd al langs de kant en dat vond ik heel leuk. En toen dacht ik bij mezelf, ja, laat ik ook maar een keer meelopen. Hey, en dan het hele alcoholverhaal. Wat vind je daarvan eigenlijk? Nou, ik vind het wel goed, maar dan moet ik zelf ook wel stoppen met drinken eigenlijk. Oeh, het kan ook. Heb je, ja. Het eerste applaus van de avond, onze marktleider, ja. Hey, maar je drinkt te veel, is het een probleem? Ja, nee. Ook niet stiekem zo met de kerstdagen? Nee. Nee? Nee. Geen, en bij jou op school, want je zit op de middelbare school nu? Ja, maar daar hebben we het nu niet over. Oh, sorry. Nee, maar ja, daar gaan we het niet over hebben. Sorry. Leeft het daar al een beetje? Praten jullie daar over? Over bier drinken en dat soort dingen? Nee. Oké, okay. Nou, en jij bent 12 nu, hè? Ja. Oké, dus 12 nog niks aan de hand. Nee, maar we hebben met de feesten hele mooie activiteiten, ook voor kinderen onder de 18 jaar. En we hebben een prachtig dagprogramma ook, met heel veel doe-activiteiten. Dat weten heel veel mensen niet, maar die zijn er zeker. Dus ik wil jou ook heel graag uitnodigen om daar zeker naartoe te komen. Nou, het is ook iets waar jullie extra op ingezet hebben in de afgelopen jaren, toch? Om voor kinderen wat meer te kunnen bieden. Ja. Ja, we hebben een kidsloop, dus zeg maar een mini-vierdaagse. Jij bent dat eigenlijk al ontgroeid, als ik het goed begrijp. Maar we hebben dus ook een mini-vierdaagse met echt kleine kinderen die 4 dagen lang door de stad een wandeling maken. We hebben het Uniek Wandelen, dat is een project met scholieren en mensen met een beperking die maken een wandeling. Dus we sluiten ook prachtig aan op het concept van de marsen. We hebben upseilen vanaf de Stevenstoren. Dat is misschien dan wel heel spannend, misschien voor jou. Klassiek underground in de Kalfkesbos garage. Dus letterlijk en figuurlijk klassiek underground. Want het gaat er soms ook wel heel stevig aan toe met een hardstyle pianist. Nou, mensen reageerden heel enthousiast over. Van alles. Dus, Is dat iets voor jou leuk. Of denk je, ik loop volgend jaar gewoon nog een keer mee? Ik ga sowieso volgend jaar nog een keer meelopen, maar het zou me wel erg leuk lijken. Ja? Gaan we die date van de, ja. van de toren af, van de toren afspringen, die gaan we maken volgens mij, toch? Ja, denk het wel. Ja. Ja, ik vind het heel spannend. Kijk, dat lijkt me een mooie afspraak voor komend jaar. Bedankt voor jullie komst. Dank je wel.
Wanneer we het over de hoogtepunten binnen de Nijmeegse sport gaan hebben, denk je misschien niet gelijk aan de prestaties van NEC. De resultaten in de keukenkampioen-divisie valt tot nu toe een beetje tegen. Maar gelukkig hebben we buiten het voetbal van sportieve evenementen kunnen genieten. De teleurstellende resultaten van NEC is voor de supportersgroepen Eastside en HKN reden geweest om afscheid te nemen van hun geliefde club. Aan de hand van een uitvaartdienst met een kist en bloemen bewezen een kleine 100 supporters hun laatste eer aan NEC. Begin december namen ook de technisch directeur Remco Oversier en de club afscheid van elkaar. Onder leiding van Jack de Gier weet het team zich vooralsnog niet te verzekeren van een positie in de top 10 in de keukenkampioendivisie. Ook de jaarlijkse Zevenheuvelenloop passeerde dit jaar weer de revue. RN7 was tijdens het evenement aanwezig met een talkshow en bracht live verslag uit. Het 15 kilometer lange parcours werd dit jaar bij de mannen het snelst afgelegd door de Oegandees Joshua Cheptegei. Cheptegei behaalde niet alleen de eerste plaats bij de mannen, hij verbrak ook het wereldrecord met een tijd van 41 minuten en 5 seconden. Bij de vrouwen zette Stella Chesang de snelste tijd neer met 47 minuten en 19 seconden. Zevenheuvelenloop bestuursvoorzitter Ton van Lieshout vertelde bij onze talkshow over de ontwikkelingen in de Nijmeegse hardloopwedstrijden. Zo zal de Mariekeloop mogelijk een ander karakter krijgen in de komende jaren. De grootste ontwikkeling hierin is dat er gekeken wordt of er een meerdaags evenement gemaakt van kan worden, waarin ook de mannen mogelijk een loop gaan krijgen. Wat opvallend is, aangezien de Mariekeloop altijd een loop voor vrouwen is geweest. Geweldig. Come take a ride in my hot air balloon. Just floating around in the late afternoon. While a soft summer breeze teases and plays with your hair. Covered in rainbows and covered in blue, I lie on a pillow of clouds next to you. Our worries will seem so much smaller from up in the air. I know that you may be afraid of the flight. I promise you, baby, we'll all be alright. I know for sure. 'Cause when you're around, nothing can bring me down anymore. Come take a ride in my hot air balloon. When night starts to fall, we'll sail to the moon. While your eyes make the stars look like they're not even there. Celestial bodies as far as I can see, but yours is the only one pulling on me. The gravity fit to your beauty is beyond compare. I know that you may be afraid of the flight. I promise you, baby, we'll all be alright. I know for sure. 'Cause when you're around, nothing can bring me down anymore. Thank you all. Wekelijks leest onze columnist Vincent Kantrijn zijn werk voor in ons radioprogramma Studio De Streek. Vanavond presenteert hij zijn column live, dus geef hem een hartelijk applaus. De titel van mijn column is Samen. 2018 was voor een columnist een geweldig jaar. Never a dull moment in stad en streek. Daar zorgden de verkiezingen voor de gemeenteraad wel voor. En anders de collegeonderhandelingen wel.
In Heumen en Nijmegen werden winnende partijen door voormalige coalitiegenoten overtoept en vielen buiten het college. Hartelijk dank voor de samenwerking. Ook deze keer werd beloofd de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. En dat is weer niet gelukt. Jullie luisteren niet, is een veelgehoorde klacht over de politiek. Ze luisteren wel, maar de meerderheid kiest voor iets anders. Zo is ons democratisch stelsel. Dat leidt in steeds sterkere mate tot polarisatie en onverdraagzaamheid. In Carillon bij het kasteel van Wijchen, de Graafse weg in Nijmegen versmallen, windmolens bij Overasselt, watervilla's bij Lent, autohaters of fietsfanaten, allemaal goed voor boze ingezonden stukken en verhitte debatten op internet. Zelfs een voor de donjon positief verlopen referendum zorgde 12 jaar lang voor een splijtswam in politieke en publieke opinie, met uiteindelijk een euforisch gevoel bij de oorspronkelijke tegenstanders die toch hun zin kregen. Ieder heeft het recht op zijn eigen probleem, maar soms snap ik de wereld niet meer. Want ik vind het krankjoren dat de gemeente Bergendal een heuse mediator moet aanstellen om een volksopstand op te lossen rondom de aanleg van een wipkip en een klimtoestel op een grasveld in het centrum van Groesbeek. Als zo'n strijd als een belangrijke zingeving van het leven wordt beschouwd, dan schort er duidelijk iets aan het besef hoe goed het leven in Groesbeek is. Ook al hebben ze daar een kutkeeper. De brief die de burgemeester van Beuningen in mei aan de raad schreef, kan zonder moeite voor andere gemeenteraden gekopieerd worden. Ze schreef, wat ik al langer vind, jullie neuzelen te veel en de echte problemen worden niet opgelost. De Nijmeegse Raad bestaat na de verkiezingen voor het grootste deel uit bollebozen op minimaal hbo-niveau. Die bollebozen hebben het nog steeds niet voor elkaar gekregen om de bus uit de Burgstraat te krijgen. Daarvoor is dus minimaal een universitaire opleiding vereist. Maar wat ik nog veel erger vind, is het feit dat ik nu al voor de zoveelste keer op rij op het einde van het jaar moet constateren dat er nog steeds 0,0 niks voortgang te bespeuren is in de realisatie van de scheve huizen bij de Wezenhof en Ressen. Dit moet toch onderhand tot collectieve, plaatsvervangende schaamte leiden in de raad. Nee, neuzelen over dakpannen voor de huismuts. Toch blijf ik positief gestemd over de toekomst. Ik neem een besluit van de gemeente Heumen in het afgelopen jaar als lichtend voorbeeld. Daar is het contract met dorpsdichter Marjolein Pieks verlengd, omdat haar gedichten werken als een verbindend element tussen 4 dorpen in 1 gemeente. Dat is een hoopvolle boodschap in deze barre tijden. Het doet me denken aan een prachtig lied over Nijmegen dat Huug Duin ooit heeft gecomponeerd. Samen met jou in deze stad. Het lied is meer dan 20 jaar oud, maar nog steeds actueel. Een mooie opgave voor iedereen in 2019. Niks, geen polarisatie en onverdraagzaamheid. Samen. Dank u wel. Het Streektalent is de talentenjacht van RN7 waar we op zoek gaan naar de beste singer-songwriter uit de regio. 6 geselecteerde kandidaten krijgen ieder 48 uur om een lied te schrijven en te componeren. En daarbij hoort ook een opdracht die in het lied verwerkt zou moeten worden. De winnaar van vanavond is bij ons aanwezig, maar we kijken eerst naar de hoogtepunten van het Streektalent. Jij gaat bekendmaken wie het wordt. Anouk. In de talentenjacht van RN7, het Streektalent, hebben 6 singer-songwriters meegedaan in de strijd om de titel Streektalent van 2018. Deelnemer Florence van Breukelen maakt sinds haar 9e jaar al muziek en speelt gitaar en piano. In de finale zong zij haar nummer This Is My Dream en nam het onder andere op tegen mede-finalist Anouk Balins. Ja, zo zing ik elke dag. Ik breng een traan, ik breng een lach. Anouk is een moderne troubadour. Dat houdt in dat ze voornamelijk covers speelt op bijvoorbeeld bruiloften.
In de finale zong zij haar nummer Stefan en werd uiteindelijk uitgeroepen tot winnaar van het streektalent door een vakjury. Dus dan zeg ik in gedachten, bedankt Stefan. Bij ons zijn inmiddels twee deelnemers van het streektalent aangeschoven, waaronder de winnaar Anouk Balins en de kandidaat Florence van Breukelen. Welkom allebei. Anouk, om bij jou te beginnen. Ja, je bent de winnaar. Ja. Hoe heb je het ervaren? Ja, geweldig. Ik vond het sowieso heel leuk om zo binnen 48 uur een lied te moeten schrijven. Naar aanleiding van een opdracht. Dus dat was al een hele uitdaging. En ja, ik vond het een hele leuke ervaring. Je had heel veel ideeën. Ontzettend veel. In het Engels, in het Nederlands, ja. Over John Lennon. Ja. Uiteindelijk heb je een heel bijzonder verhaal gekozen. Ja. Kan je het nog wel even vertellen? Ja, het lied gaat er uiteindelijk over op het moment dat ik besefte van dit wil ik ook. Dat was toen ik 13 was en op een ponykamp was. En bij het kampvuur zong Stefan met gitaar leuke kampvuurliedjes. En ik dacht, hé, dit wil ik ook. Dus hij heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat ik een gitaar ging kopen toen ik weer terug was van het kamp. En dat heeft er uiteindelijk jaren later toe geleid dat ik nou van muziek mijn vak heb kunnen maken. En je hebt Stefan gevonden, hè? En ik heb Stefan ook nog weer hervonden, inderdaad. Ja. Dus dat was heel leuk. Ja. Hij heeft het liedje gehoord. Wat was zijn reactie? Ja, hij vindt het ook heel leuk. Hij is wel gevleid ook. En zijn verhaal is dan uiteindelijk een beetje... Hij heeft het niet makkelijk gehad de laatste jaren. En hij vond het wel heel leuk om te merken dat zijn muziek ook bij mij is door blijven gaan. Of dat zijn muzikale testament, zijn erfenis, ook op mij over is gedragen. Dus dat was heel leuk. Je gaat het straks spelen. Ja. Anouk, jij was ook kandidaat. Ik was Florence. Over Florence. Goed, gaat goed. Het gaat goed. Florence, jij was ook kandidaat. Ja, klopt. Hoe heb jij het streektalent ervaren? Ja, ik vond het in het begin heel erg spannend, vooral toen jullie voor het eerst kwamen. Toen, het was voor mij allemaal heel nieuw en onbekend. En uiteindelijk vond ik het echt wel heel erg leuk om mee te doen. En ook de finale was ook echt een hele leuke dag voor mij. En ook het nummer ben ik hartstikke blij mee, dus een hele leuke ervaring. Wat was voor jullie de reden om mee te doen, voor jou bijvoorbeeld? Ik zag het langskomen en ik had eigenlijk gewoon een keer zin in weer in een nieuwe uitdaging. En de videoclip maken en nummer opnemen, dat zag ik als een hele leuke prijs. En ja... Natuurlijk hou je dat voor ogen en denk je van dat zou heel leuk zijn als je dat zou winnen. Dus dat was wel een stimulans om mee te doen. En voor jou? Ja, ik ben wel zo van wat ik langs zie komen, wat bij mij past. Daar schrijf ik op in. Die kansen die langskomen, die moet je grijpen. En ja, het is goed uitgepakt. Ja, het is geworden wat je ervan verwacht had. Ja, meer zelfs. Ik was al heel blij met mijn lied. Dus dat was al... Een winning, hoe noem je dat nou? Een overwinning. En dat ik nou de wedstrijd heb mogen winnen, dat is natuurlijk de kers op de taart. Extra speciaal. Ja. En een videoclip heb mogen maken. En een videoclip, hartstikke leuk. Ja. Florence, ja. Vertel eens, waar gaat jouw liedje over? Het liedje begon eigenlijk vanuit het idee dat ik best wel vaak onzeker ben over mezelf. En dat als ik iets heel graag wil, dat ik denk dat ik het niet kan. En daar begon het nummer ook eigenlijk mee. Omdat ook dan vaak denk ik dat ze dat denken. En toen eigenlijk wilde ik een soort van plot erin maken van... Ja, maar ik moet wel voor ogen houden dat als ik het graag wil, dat ik het gewoon moet gaan proberen. En dan zie ik wel wat eruit komt. Het is eigenlijk een soort van power nummer waar ik een soort van kracht uit kan halen. Ja. Ja, je hebt je gitaar er al bij staan. Ik zou zeggen, pak hem erbij en laat even een stukje horen. Ja. This is my dream heet het, hè? Ja, this is my dream. You'll never be who you wanna be. Dreams are for the nights. Please wake up, you will never succeed. You're not good enough. And there were times I honestly believed it. But time can change, and so can I. This is my dream, and someday I can say I was right.
and you were wrong. Oh, can't you see? I'm standing here feeling free. Open eyes and it's not some delusion at night. And time if in my dream no one takes that away. And time never get regrets, 'cause this is my dream. Heel mooi, dankjewel. Ja, bedankt. Ja, helaas net niet gewonnen. Ja, maar Anouk wel, gelukkig. Anouk wel. Ja, nou, laten we dan ook maar gaan even gaan luisteren naar het winnende nummer, toch? Ja. Ja, is goed. Ik zou zeggen, neem plaats op het podium en steeds is yours. Ga ik doen. Veel plezier. Anouk Balens.
Het afgelopen jaar heeft er in Nijmegen een veelvoud aan drugsdumpingen plaatsgevonden. In oktober werd een spoor van chemisch drugsafval van ruim 9 kilometer lang aangetroffen in Wezenhof en in Malden. En diezelfde dag werd ook in Elst chemisch materiaal gevonden. Ondertussen vindt er veel discussie plaats over het gebrek aan een compensatieregeling. Grondeigenaren wiens grond gebruikt wordt als dumpplaats moeten nu zelf opdraaien voor de schoonmaakkosten. Politie en brandweer vonden in oktober een geparkeerde vrachtwagen op de 61ste straat in de Wezenhof. Tijdens het onderzoek troffen agenten een lekkende substantie aan afkomstig van die vrachtwagen. Het bleek te gaan om chemisch afval uit een drugslab. Vaten waar zo'n 4.500 liter afval in kon worden geloosd, werden aangetroffen in de wagen. Een groot deel was bij de vondst inmiddels leeg. De vrachtwagen bleek het eindpunt te zijn van een grootschalige dumping. Een spoor van bijtende stof werd achtergelaten door Nijmegen en Heumen. Onder andere wegen op de Westerkanaaldijk, de Blankenbergse weg en een stuk op de Staddijk waren bevuild met het chemisch materiaal. Ook natuurgebieden in de Haterse en Overasseltse Vennen werden getroffen. En bij ons zijn te gast Tim Hoogbos, ook wel bekend als boswachter Tim en statenlid van de VVD, Frederik Peters. Welkom. Om met jou te beginnen, Frederik. Een grondeigenaar die niks te maken heeft met het produceren van drugs wordt slachtoffer op het moment dat zijn grond wordt gebruikt als dumpplaats. Dat is heel raar, toch? Ja, het is alleen een realiteit waar we steeds meer mee te maken hebben in onze provincie. En ik zeg ook wel eens, het lijkt wel alsof de Netflix-serie Breaking Bad gewoon op permanente tournee is in Gelderland. Alleen dan niet met acteurs en met een mooi script, maar met keiharde criminelen die nergens voor wijken. Ik kan me voorstellen dat jij als boswachter dat ook nog wel eens tegenkomt. Ja, het is een beetje alsof het mij achtervolgt. Ik heb op verschillende plekken in het land gewerkt als boswachter. En eigenlijk op iedere plek komt dat terug. En nu werkte ik net in Nijmegen, net 2 maanden geloof ik. En toen was dus net die drugsdumping met dat spoor van 10 kilometer lang. Dus het is net of het mij achtervolgt, maar het is dus echt een groot landelijk probleem. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat er niemand echt voor drugsdumpingen is. Dus dat het vrij makkelijk moet zijn om daar iets aan te doen, toch? Nee, dat blijkt wel weer. We hebben te maken met een situatie van georganiseerde misdaad die het opneemt tegen een ongeorganiseerde overheid. We roepen er al een aantal jaren om dat flink te verbeteren. Vanuit de provincie hebben we daar ook een programma op ontwikkeld. Dat is allemaal heel technisch, maar om eigenlijk ervoor te zorgen dat de verschillende diensten en overheden veel beter met elkaar gaan samenwerken. Gelukkig komt daar steeds beter schot in. Hè. Deze week is nog bekend geworden dat hier in de regio ook een ondermijningsmeldpunt gaat komen in de verschillende gemeenten. Dat is een eerste kleine stap. Maar eigenlijk zie je dat je van het moment van opsporing tot en met eigenlijk de rechter moet nadenken over nieuwe structuren, nieuwe samenwerkingen. Die er allemaal voor gaan zorgen dat je veel effectiever kunt optreden tegen deze harde criminaliteit. Dat is nog redelijk theoretisch van bovenaf. Maar ik kan me voorstellen dat er in de praktijk veel sneller actie nodig is. Ja, maar dat is heel lastig. Want het gebeurt op momenten dat je het gewoon niet verwacht. Ze kondigen het ook niet van tevoren aan natuurlijk. Dus je vist altijd achter het net. Dat is echt. Dat gebeurt overal. Je hebt af en toe wel eens een keertje als je door het bos loopt. Kom je eens een keer een plek tegen die is vrijgemaakt. Zodat de zon erbij komt. En dan zie je een paar onschuldige wietplantjes staan. Mag natuurlijk ook niet, hè. Dat zijn geen grote vangsten. Je wil juist die gasten die dus door de Overasseltse als Haatse Vennen zijn gereden. Wat allemaal de berm is ingelopen. En wat voor een gevolg dat straks voor de natuur heeft. Dat is een tweede. Dat weten we nu nog niet eens. Maar dat het. We weten niet of het onherstelbare schade oplevert. Dat is nog niet duidelijk, maar dat zal ongetwijfeld volgend jaar duidelijk gaan worden. Omdat het echt een droog seizoen was. Dus volgend jaar, en trouwens nu al, hè, met al regen zijpelt het de grond in. En komt dat ergens ook weer boven. Dus dat kan in de Vennen zijn, waar amfibieën last van gaan krijgen. Vissen bijvoorbeeld. Dat weten we nog niet. Maar dat het uiteindelijk zijn weerslag gaat hebben op de natuur, dat moet haast wel. Het lijkt ook wel steeds vaker te gebeuren, hè? Of is er gewoon meer aandacht voor? Ik vrees dat beide waar is. Er is meer aandacht voor, maar tegelijkertijd groeit het probleem natuurlijk ook. Het is vreselijk als je iedere dag in de krant moet lezen dat er weer een ecstasy-lab wordt opgerold, dat er weer een kwekerij wordt gevonden. En het is ook schrikbarend hoeveel procent daarvan uit al die onderzoeken blijkt wat naar het buitenland gaat. Daarom heeft bijvoorbeeld zo'n discussie als legalisering in mijn optiek weinig zin. 80-90% gaat gewoon de wereld over.
Ik durf wel te zeggen dat Nederland afstevend op een narco staat. Als we dit niet heel snel aanpakken met elkaar. We zijn gewoon waanzinnig goed blijkbaar in het produceren van ecstasy. En andere chemische stoffen. En ieder pilletje wat dus op een festival genuttigd wordt, draagt bij aan de vervuiling waar jij tegenaan loopt. In de Hatertse Venne, in de gebieden waar we gewoon willen recreëren, waar kinderen veilig moeten kunnen spelen. Dat is een groot maatschappelijk probleem. Daar moet keihard tegen opgetreden worden. Dat moet dus ook veel beter, maar daar hebben we wel iedereen voor nodig. Maar wat is dan precies het punt waarop moet worden opgetreden? We hebben een aantal weken geleden een grote persconferentie van de politie gezien, waarin ze bekendmaakten dat ze een tijd lang hebben kunnen meekijken in de communicatie van verschillende criminelen. Dat ging onder meer ook om hennepkwekerijen en drugslabs. Moet er op dat punt worden ingegrepen of moet er gewoon echt specifiek meer gezocht worden naar die verschillende kwekerijen en labs? Nou ja, wat je ziet is dat over de hele keten het veel beter moet. Hè? De criminelen zijn waanzinnig innovatief, zijn veel verder. Via dark web gebeurt van alles. Daar moet op geïnvesteerd worden. Maar heel belangrijk ook is dat strafzaken blijven liggen, omdat de OM te weinig capaciteit heeft, omdat de rechters er niet aan toekomen. Dus de hele strafrechtketen is vastgelopen. En dat proberen we nu met, dankzij actieve burgemeesters, van alles aan te doen. Hè? Dus het sluiten van panden en aan de voorkant van alles proberen te doen. Niet voor niks worden burgemeesters steeds meer crimefighters. Maar eigenlijk hebben we hier gewoon een heel groot probleem. Nogmaals, we zijn als overheid gewoon waanzinnig slecht georganiseerd. We hebben te maken met een organisatiestructuur uit de 19e eeuw. Dat is al jaren terug. De wereld van de criminaliteit staat niet stil en het is dus tijd voor een upgrade. En welke hulp zou Staatsbosbeheer nu echt op korte termijn willen hebben? Poeh, heel lastig. Ja, dat is ook toch weer een beetje wachten op de politiek. Wat zij daar allemaal bedenken. En, maar het moet aan de voorkant opgelost worden. Dus die grote drugslabs moeten worden opgerold. Maar ja, ik snap ook dat het heel lastig is. Hoe kom je daar? Dus dat is inderdaad heel lastig. Dat is aan de politie. Wordt dat een van de onderwerpen van de Provinciale Staten? Ja, zeker. Dit wordt absoluut een onderwerp. Te meer omdat wij in ieder geval vinden dat de provincie daar ook een coördinerende rol in zou moeten spelen. Dat gebeurt nu langzamerhand steeds meer. Maar is nog te weinig. En wat ons betreft nog heel belangrijk is, en goed, het is een druppel op een gloeiende plaat, maar dat als er een drugsdumping plaatsvindt, dat grondeigenaren daar gewoon voor gecompenseerd worden. Ze zijn slachtoffer. Ze moeten niet verantwoordelijk worden gehouden voor eigenlijk het falen van de overheid en de tienduizenden euro's die het opruimen van chemicaliën nu eenmaal met zich meebrengt. Dus de rekening, wat mij betreft, gaat gewoon naar de overheid en niet naar de grondeigenaar. En dat moet in 2019 gaan gebeuren? Absoluut. We gaan het volgen. Bedankt. Mooi. Ja, we naderen het einde van ons jaaroverzicht. Maar voordat we jullie definitief een gelukkig nieuwjaar gaan wensen, blikken we nog even vooruit op het aankomend jaar. En in het nieuwe jaar staat RN7 weer garant voor nieuwe programma's. Onze vorige serie Almot in Krupe, waarin we Nijmegenaren interviewen bovenop de Stevenstoren, krijgt een vervolg. Dit keer betrekken we het programma op de hele regio. In Krupe in de regio praten we met mensen uit de streek die veel voor hun gemeenschap betekenen. Het programma zal worden gepresenteerd door Jessica Conquet. Ook het programma Gezond Ouder Worden is nieuw. In samenwerking met de GGZ, GGD, gemeente en maatschappelijke instanties belichten we alle aspecten rondom het ouder worden en kijken we hoe organisaties bijdragen aan het positief ouder worden. Het aankomend jaar is tevens de periode waarin we opnieuw naar de stembussen gaan. In maart kiezen we de leden van de Provinciale Staten. Vanzelfsprekend is RN7 ook aanwezig om verslag te doen van deze verkiezingen. Bedankt voor het kijken naar ons jaaroverzicht met bijzondere dank aan onze studiogasten. En terwijl we proosten op het nieuwe jaar, nodigen we Niels nog één keer uit om ons muzikaal het nieuwe jaar te begeleiden. We hopen jullie volgend jaar weer te zien en voor nu een gelukkig nieuw jaar en een gezond 2019 gewenst. Well, no more champagne. Proost. And the fireworks are through. Here we are. Me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so gray, so unlike yesterday. And now it's time for us to say, oh, Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then
of a world where every neighbor is our friend. Oh, happy new year, happy new year. May we all have a moment, feel the try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Sometimes I see how the brave new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, a man is a fool, and he thinks he'll be okay. Nothing on feet of tray, always keep on getting astray, keeps on going. Oh, anyway. Oh, happy new year, happy new year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is our friend. Happy new year, happy new year. May we all have a moment, will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I.